Yes, yes, dames en heren. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe map change video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan weer voor die heel erg veel blauwe duimpjes. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. En ja, als je dat zou willen, kun je natuurlijk ons supporten in de itemshop met de code. Te veel gevraagd. Goed, jongens. Jullie zien het al. De eerste map change in de 9.1 update. Want vandaag is hij namelijk gedropt. En bij zo'n grote update zijn natuurlijk altijd meerdere map changes. En ook dit keer weer. Jammer genoeg, niet al te veel. Maar we zijn al bij de eerste en jullie zien het, jongens, de blok. Dit is eigenlijk Lazy Lagoon 2.0, want we zien hier ook een piratenschip. Eigenlijk hetzelfde piratenschip, volgens mij, ja, dit is gewoon letterlijk hetzelfde piratenschip. En we zien dat hij wordt aangevallen door een kraken en dat is wel heel erg tof. Iets wat we dachten dat ging gebeuren bij daadwerkelijk hier, bij dit schip. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar hier gebeurt het wel. Dus eigenlijk is het gewoon wel gebeurd in de blok dit keer. In ieder geval gemaakt door de Bone Rattler, echt super gaaf gemaakt. En eventjes snel zoeken. Waar zit die legendary chest? Ik gok hier beneden ergens. Ik heb nog niet gezocht, maar nee, waarschijnlijk ga ik gewoon niet vinden. Oké. In ieder geval ergens in deze blok staat de legendary chest die je natuurlijk kunt vinden voor legendary items. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En daarvoor moeten we eventjes helemaal richting het westen van het eiland vliegen. En je ziet het misschien al wel. De plek waar ook het konijn stond, iets daarvoor, daar staat een huis, maar die is een klein beetje aangepast. Namelijk, hoe lelijk is dit geworden? Dit is echt next level lelijk. Het was een normaal huis, weet je wel. Maar nu heeft hij een soort van uitbreiding gekregen met al die houten dingen. En het ziet er echt niet meer uit. Het ziet er gewoon te random uit. Maar ze hebben wel een heel leuk dingetje toegevoegd. Namelijk als we hier naar boven gaan. Moeten we hier doorheen. Dan zien we het al, mensen. Oh, pizza. Nou, in ieder geval Tomato Town. Gewoon het oude plaatje en de herdachtenis van Tomato Town wordt hier gehouden in dit huisje. En dat vond ik, ja, vind ik toch wel heel erg wel grappig dat ze dat hier doen. In ieder geval een heel lelijk huis met zeker weten wel wat grappigs erin. Maar hier kun je dus nu wel wat beter looten. Want er is natuurlijk meer loot te vinden op deze plek. Dus dit is niet een heel verkeerde plek meer om te landen. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En daarvoor moeten we eventjes helemaal naar de andere kant. En misschien herinneren jullie het nog wel. Namelijk de stenen rock, zeg maar. Die soort van statues die hier zaten. Ze waren uiteindelijk bij elkaar gekomen. Het begon allemaal in Wailing Woods. Maar het was een soort van mini verhaallijn dat ze bij elkaar moesten komen. Nou, die zijn natuurlijk helemaal verwoest. Of toch niet? Want ze zijn namelijk teruggekomen in de map. Namelijk hier op deze plek. Jammer genoeg kan ik het niet laten zien in replay. Maar jullie zien het op dit plaatje. Ze zijn teruggekomen. En ja, ze hebben een kindje gemaakt. Dus dat is heel erg schattig. Dus ze hebben nu een kindje. Een stenen rock. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. In ieder geval super nice. Jullie zien het ook. Bloemen die hij natuurlijk ook had meegenomen. Die hebben ze hier nu geplant. Dus dit is een soort van mini farm geworden van hun. Dus dat is zeker weten grappig om te zien. En hey, what the fuck? Fuck. Als ik zo bekijk. Holy shit. Oké, dit is echt creepy. In de replay mode zie ik hier nog stenen statues liggen of zo. Oké, dit zijn misschien opa en oma. Nou, in ieder geval super tof natuurlijk dat deze weer terug zijn. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En dat is in het ijsgebied. En nee, ik denk dat jullie deze nog niet hebben gezien. Tenminste, heel misschien. Oh wel. Deze is eigenlijk best wel groot. Maar there we go, mensen. Waar is de slee gebleven? Waar is de stoel gebleven? Oké, die was heel erg lang weg. In ieder geval, het is veranderd in een soort van spaceship. Holy damn. Maar dat is natuurlijk op deze locatie voor de mensen die het niet weten. Dus dat is natuurlijk super vet. Hier vinden we dus een nieuw iets. Dat is dus, zeker weten grappig. Hier vinden we als het goed is ook wel wat loot binnen. Ik heb nog niet binnen gekeken. Maar ik gok dat... Oh, ik ben niet eens binnen. Nou, in ieder geval, ik gok dat hier zeker weten wel wat chestjes te vinden zijn. Ik zie helemaal niks. Dus nee. Oké. We just got scammed. Hey, we zien een ammo boxje en we zien voor de rest niks. Nou, in ieder geval, als je hierheen gaat, vrij... Ah, there we go. Vrij zeker dat je hier zeker weten wel wat goede loot kan vinden. En waarom het een spaceship is, dat weet ik niet helemaal. Het lijkt ook een beetje, zeg maar, op dat wagentje in Star Wars waar je op kan zitten, die heel erg snel gaat. Ik weet niet of je weet welke ik bedoel. Nou, in ieder geval, het lijkt er wel een klein beetje op. Maar waarom het een spaceship is geworden, ik heb geen idee. Of moet ik er wat anders in zien? Nee toch, het is gewoon een spaceship, denk ik. Maar goed, oké. Dat is deze map change. Dan hebben we nog één laatste en ook één hele grote map change. En toevallig is die ook hier in het ijsgebied. Dus ja, we zijn er eigenlijk al naast. Het gaat namelijk over Polar Peak. Dion heeft natuurlijk al gezegd dat je in deze video wat meer informatie erover kon krijgen. En damn, Polar Peak, mensen, is
extreem aan het scheuren. Zoals we weten, Donald Mustard heeft ongeveer 2 à 3 seizoenen geleden deze tweet geplaatst. En dat is een zeer interessante, want dat ging over cliff jumpen, zeg maar. En hij had een idee voor season 9. En letterlijk, dat idee gaat waarschijnlijk hier gebeuren. Waarschijnlijk gaat dit helemaal scheuren en uiteindelijk openbarsten. Maar wat is interessant, namelijk hier beneden zien we een soort van, ja, een ander soort barst. Hier is het letterlijk aan het open gaan. Dus dat is heel erg apart. Misschien gaat dit ook nog wel verder gebeuren, zeg maar, dat er een soort van nieuwe laag gaat komen en dat het hieronder gaat beginnen in plaats van dat hier een gat gaat komen. Het zou ook kunnen zijn dat hier inderdaad een soort van tweede cave gaat komen en dat hier binnenin iets te vinden is. Dat weten we op dit moment niet. In ieder geval, als jij in-game staat, dan gebeurt er om de minuut of om de 2 minuten of om de 5 minuten, geen idee wanneer. In ieder geval, om de bepaalde tijd, zeg maar, dan heeft het een soort van sound effect. Met allemaal sneeuw komt er dan uit. Dan gaat het ook een beetje scheuren en zo. Dus in het kort gezegd, het is ook echt actief. En er gaat ook wat mee gebeuren. Want er zijn natuurlijk ook event files gevonden in de files. En die hebben waarschijnlijk hier wat mee te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer er iets groots gaat gebeuren. Iets qua live, zeg maar. Want wij zullen daar natuurlijk live proberen bij te zijn. En op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval, het is wel duidelijk dat dit, zeg maar, het grote ding misschien wel gaat worden in season 9. In ieder geval een heel erg groot iets. Dus damn, ik ben sowieso hyped hiervoor. Hier kan natuurlijk alles mee gebeuren. Moeten wij daar een theorievideo over maken, ja of nee? Laat het dan eens eventjes achter in de reacties. Mensen, dit waren alle map changes alweer. Ik hoop dat jullie ze super tof vonden. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk ons supporten in de item shop met de code. Te veel gevraagd. Mensen, geniet nog even van de video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.